We staan hier bij een braamstruik. Ik ben Marjolein Heuvelman en het is een heerlijke braam. Het is augustus, dus ik ga er maar eens eentje proeven. Ze zijn nog een beetje zuur, maar ja, wel heel gezond, vol met oxidanten. Deze lage bramen mag je absoluut niet eten, want namelijk de vossen komen en die plassen daarop en die brengen een ziekte met zich mee. En als je dat opeet, dan kun je een soort van wormen krijgen in je lichaam. En dat is heel akelig. Daar is niets tegen te doen. Dus afblijven. Wat je wel mag, zijn de bramen zo op hoogte, op 1,5 meter hoogte. Zo eet dat lekker op. Dat is geen enkel probleem. Zijn tenslotte in België. De braamstruik is eigenlijk een heel fijne plant, want je kunt er van alles mee doen. Je kunt jam maken van de bramen, je kunt er sap van maken. De bladeren kun je overal voor gebruiken. Je kunt er thee van maken, wat heel goed is om je te zuiveren. Je kunt er een soort gorgeldrankje van maken als je keelpijn hebt of aften in je mond. Deze braam heeft heel veel kleine stekeltjes, als je ziet. En dat heeft heel grote voordelen, want daardoor zijn allerlei dieren die gaan hier niet in. Hè? Gelijk koeien of zo of wat dan ook. En daardoor is het eigenlijk een gebied waarin veel diertjes zich kunnen schuilen, zoals de hermus, de braamsluiper. En het is ook heel goed voor de kleine boompjes, gelijk de willigen wat hierin staan. Want die kunnen makkelijk opgroeien zonder opgegeten te worden. De braam is ook heel goed voor allerlei insecten. Want de bloemetjes is ideaal voor de bijtjes. En aangezien de bijen enorm afnemen in onze contreien, is het ook heel belangrijk dat de braamstruiken ook genoeg blijven staan. En het is ook heel belangrijk voor, als waardplant voor de vlinders. Want verschillende vlinders, zoals de aardbeivlinder, de boomblauwtje en het groentje, leggen hun eitjes op de bladeren en hun rupjes leven hiervan. Dus die hebben hem nodig om van te leven. De braamstruik heeft ook nog een hele andere betekenis, namelijk in de Bijbel wordt ook gesproken over de brandende braamstruik. Daar heb je het verhaal in de Bijbel van de brandende braamstruik. Het verhaal gaat zo. Mozes, die komt op een gegeven moment ergens een brandende braamstruik tegen. Op dat moment is hij nog gewoon een herder. Maar het vreemde daarvan is, die braamstruik die brandt niet op. Dus de brand blijft branden, maar het braamstruik brandt niet op. Dus hij gaat dichterbij en kijkt. En er komt opeens een stem uit die braamstruik. Stop, je staat op heilige grond, doe je sandalen uit. Hij schrikt zich te pletter, Mozes, en doet onmiddellijk zijn sandalen uit. En durft ook bijna niet meer naar die plant te kijken. Want God spreekt eruit. En dan krijgt hij van God een opdracht. Mozes, jij moet de Israëlieten gaan bevrijden uit Egypte.